Het was de grootste natuurbrand ooit in Nederland, in de Deurnense Peel. Nu zijn de onderzoeken gepresenteerd naar wat er goed en fout ging bij die brand. Een opvallende conclusie is dat de brandweer te weinig spullen en kennis heeft om zulke grote branden te blussen. Ook wordt er bij het beheer van de natuur te weinig rekening gehouden met brandveiligheid. Het was een samenloop van omstandigheden. Het had al 6 weken niet geregend. Er lag heel veel dooie begroeiing. En er stond een enorme harde wind waardoor het vuur zich snel kon verspreiden. En dan is het terrein ook nog lastig toegankelijk voor de brandweer. Dat is allemaal heel vervelend, maar het was niet alleen pech. De onderzoekers trekken harde conclusies. Het kan beter en wat ons betreft en wat mij betreft, het moet ook beter. Wij moeten ons voorbereiden op leven met vuur, zodat we beter met deze lastige branden om kunnen gaan. De belangrijkste conclusies uit die 2 onderzoeken die vandaag zijn gepubliceerd. Er zijn geen duidelijke regels voor de brandveiligheid van natuurgebieden. Er is wel geld voor het beschermen van de natuur, maar niet voor het voorkomen van brand. De brandweer heeft niet genoeg spullen voor het bestrijden van grote natuurbranden en ook weten ze er te weinig van. En de kans op branden wordt een stuk kleiner als bestaande plannen om de Peel natter te maken worden uitgevoerd. Even terug in de tijd, naar april. Heel Nederland is in de ban van die brand die niet te stoppen leek. 2100 vrijwillige brandweerlieden uit het hele land. Gespecialiseerde teams op de grond en steun vanuit de lucht. De inzet is enorm, maar het vuur lijkt ongrijpbaar. De brand ontstaat 20 april rond het middaguur. De oorzaak zal waarschijnlijk nooit gevonden worden. De combinatie van de droogte en een deken van nog dorre varens zorgt ervoor dat het vuur enorm snel om zich heen grijpt. Wordt een vuurhaard gedoofd, dan schiet de brand ondergronds om vervolgens ergens anders weer op te duiken. 3 dagen duurt het om het grote vuur onder controle te krijgen. Daarna steken kleinere brandhaardjes nog maandenlang de kop op in het smeulende gebied. Half juni pas is de brand officieel gedoofd. De trieste balans, ruim 700 van de in totaal 1000 hectare natuurgebied is verwoest. Ja, grote brand. Terug naar Jan Walen. Jan, al dat onderzoek, al die conclusies, wat gaat ermee gebeuren? Nou, als je de provincie, de gemeente en de veiligheidsregio moet geloven, gaan ze die heel serieus nemen. Want ze willen zo'n brand natuurlijk nooit meer. En ja, de kritiek dat er te weinig aandacht was voor die veiligheid bij natuurgebieden. Ja, die klopt ook wel, zegt de burgemeester. Het was verschrikkelijk droog en er hadden natuurlijk ook in het voortraject al best maatregelen genomen kunnen worden. Ja, normaal gesproken levert de veiligheidsregio ons informatie. Die leveren ons informatie en geven de aanbeveling van u moet het gebied afsluiten of borden plaatsen of iets dergelijks. Ja. Nou, die constatering maken we met z'n allen, die aanbeveling hebben we niet gehad. En die had er misschien wel moeten zijn. Misschien moeten zijn, maar we hadden zelf ook dingen kunnen doen. Het is geen verwijt aan niemand niet. Maar het is iets om te zeggen van we hadden het af moeten sluiten. Ja. Maar daarmee is niet gezegd dat de brand niet had kunnen plaatsvinden. Nee, maar toch is er het nodige misgegaan. Jan, had de brandweer daardoor een reële kans om te winnen van die brand? Nee, eigenlijk niet. En dat heeft te maken met de omvang van de brand. Maar ook met dat de brandweer eigenlijk niet is ingericht op zulke grote natuurbranden. Dat hebben ze in andere delen van de wereld wel. Daar kennen ze die veel beter. Maar ook daar moet je ze soms gewoon laten uitbranden, zegt een woordvoerder van de nationale brandweer. Die zegt, ja, we moeten natuurlijk wel heel erg leren omgaan met dit soort branden. De risico's gaan wat dat betreft omhoog. Ja. En wij als brandweer maken ons hard om met die risico's mee te bewegen. Ja, u wilt meer materieel, u wilt meer gespecialiseerde teams. Zeker, zeker. Ja. Ja. Had u daar niet al eerder voor moeten pleiten? En dat is ook gedaan. Maar je hebt niet genoeg geluisterd. Nou ja, je merkt dat er een urgentiebesef na een incident komt. Ja, Jan, het blijft natuurlijk zo dat voorkomen beter is dan blussen. Wat kan er nou gebeuren om te zorgen dat de Peel brandveiliger wordt? Ja, die Peel moet dus natter worden. En dat is ook het plan om die te vernatten. Dan komen er andersoortige begroeiing die minder brandbaar is, zodat vuur minder snel om zich heen zal grijpen. Maar ja, dat vernatten, dat is pas in 2050, is dat klaar. En tot die tijd zal er beter gekeken moeten worden hoe je hem nu beter beheert. Heel droog stro moet je maaien of je moet er misschien runder op laten lopen om dat op te eten. Of je moet misschien wel expres dat soort hele droge gebieden in brand steken,
gecontroleerd, zodat het op een later moment in ieder geval niet ongecontroleerd gebeurt. Jan Walen vanuit het provinciehuis in de Mos, dankjewel.